Tyjani Beztati heb je handschoenen nog aan. Ja. Toen je eenmaal bij de scheidsrechter stond, voor de hand omhoog, wat dacht je? Ik dacht dat ik hem gepakt had. Los van die 8 tellen win ik volgens mij al die rondes. Ben ik degene die het gevecht maakt, schade aanricht op het moment dat hij in wil stappen. Ik moet het natuurlijk nog terugzien, maar als ik het publiek hoor, iedereen hoor... Je baalde ook heel erg van die 8 tellen. Ja, want ik zeg heel eerlijk, ik was niet weg. Nee. Ik was niet weg. In de 5e ronde werd het heel spannend. Ja. Hoe stond je daar naast de scheidsrechter? Hoe bedoel je? Of je gewonnen had? Ik had het gevoel dat ik gewonnen had. Zeker, vooral door de knockdown natuurlijk ook. Twijfelde je? Nee, ik twijfelde niet. Ik dacht inderdaad of gelijkspel of gewonnen, want ik wist dat ik een ronde sowieso op mijn naam had gezet. Ik was meer aan het drukken. Hij vocht misschien wel wat netter. Hij zag er misschien van zijn kant misschien wat beter uit, maar ik heb de knockdown gescoord. En ik bleef drukken, ik bleef naar voren gaan. Volgens mij weet ik het nog steeds goed om te regelen eigenlijk en win ik die pot eigenlijk gewoon. Je bent niet gewend aan verliezen. Heb je al heel lang niet gedaan. Ik heb ook niet verloren. Je hebt gelijkspel gehouden. Het was een gelijkspel. Alleen je hebt niet de titel gewonnen, mag ik het zo zeggen? Klopt, ik heb niet de titel gewonnen. Ik ben nog steeds kampioen, dat wel. Let's say I'm an uncrowned welterweight champ. Ik denk dat mensen pas weten hoe goed ik ben als ze tegenover me staan. En ik heb gewoon weer gezien dat ik laten zien dat ik een van de beste vechters ben op de wereld. En we hebben de titel verdedigd tegen een jongen die een van de grootste talenten is van deze generatie. En ja, alweer als underdog. Mensen geloven niet in mij. En ik ben een jongen die van nergens komt en zo hard heb gewerkt naar deze stage, uitverkocht in Rotterdam. En we hebben het gewoon geflikt, we hebben de titel verdedigd. En ja, dat tegen een van de grootste talenten van de wereld. Donovan Wisse, 5 jaar en weer een verdediging erbij. Het begint gewoonte te worden. Maar je zei ook toen je eenmaal je overwinningsspeech hield, ja, hey, het is een harde jongen. Ja, dat is hij zeker. Daar zijn de Duitsers bekend om, denk ik. Dus, ik gaf hem een paar goede calf kicks, goede leverstoten, low kicks en hij bleef maar staan, hij bleef maar komen. Heeft me een beetje lastig gemaakt. Sommige momenten, ik gaf hem een goede spinning back kick, ik moest hem even slikken. Weet je wat jouw probleem is? Je laat het allemaal zo simpel lijken. Ja, het lijkt simpel, maar je moet het toch doen. Je hebt het trainingskamp, je maakt een gameplan en je gaat in de ring kijken als het werkt of niet. Dan is het schakelen, je pakt hem 2 keer met een stoot en de 3e keer, dan weet je het ook alweer. Dan blokt hij, dan moet je een andere manier gaan zoeken. Dus dat is een schaakspel. Het is vechten, maar je moet ook schaken en op een gegeven moment moet je gewoon die druk erop zetten en gewoon gaan eigenlijk. En dat probeerde ik wel in de 4e en de 5e ronde te doen. Maar ik moest nog steeds voorzichtig zijn met die spinning backkicks van hem. Collision is over 6 weken, ik kijk even naar of er schade is. Het is heel snel, hè? Ja, het is 6 weken, het is wel heel snel. Ik heb wel kleine pijntjes hier en daar. Dus ik ga gewoon weer... Weet je het morgen pas of je echt pijn hebt, toch? Nou, je voelt het nu ook al. Na 5 rondes voel je het, na 3 rondes niet zozeer. Dus ik ga gewoon even recoveren. Kijken waar de pijnen liggen als het in tijd herstelt eigenlijk natuurlijk. Dus ik ga even gewoon lekker naar Suriname kijken als alles kan genezen. Je gaat meteen weer naar Suriname? Ja, binnen 3 dagen. Okay. Ja, toch. Gefeliciteerd. Dankjewel.